Dag dames en heren, welkom bij een nieuw politiek kwartier van Haarlem 105. Wij zouden eenmalig een politiek kwartier maken, maar de fans hebben zich niet onbetuigd gelaten. De telefoon op de redactie stond roodgloeiend en daarom een nieuw politiek kwartier met nieuwe politieke partijen. Want er zijn meer partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan de 6 van de vorige keer. Daarom hebben wij nu nieuwe politieke partijen en die gaan wij stellingen voorleggen, zodat u een keuze kunt maken op 3 maart. Ik ben Frank Visser, 32 jaar en lijsttrekker van ChristenUnie Haarlem. De ChristenUnie staat voor opkomen voor de zwakkeren, een goed milieubeleid en zorgen voor groen en een gezond financieel beleid. Goedendag beste Haarlemmers. Ik ben Kees de Vries van partij Spanenstad. Een van onze belangrijkste verkiezingsitems, dat is niet alleen dus voor de verkiezingen, maar dat is voor 4 jaar lang participatie van alle Haarlemmers. Ik ben Kees Schrama, public relation van de OPH, Oudere Partij Haarlem. Het is niet een partij alleen voor oude mensen, maar iedereen wordt ouder. En bij het ouder worden zijn er toch bepaalde dingen die je graag verwezenlijkt wil zien. En daar is ons programma op gebaseerd. De eerste stelling gaat over de woningnood in Haarlem. In Haarlem is gigantische woningnood. Gemiddeld wachten wij 5 jaar op een woning. En nou is er één plek in Haarlem waar gekraakt kan worden, maar waar niemand kan wonen. Het stadion van HFC Haarlem, wat helaas ter ziele is gegaan. Onze stelling luidt, breek het stadion zo snel mogelijk af en zorg dat er sociale huurwoningen komen. Haarlem moet een sportstad blijven. Er moet daarom dus een voetbalstadion blijven. Moet daar dus aan de Jan Gijzenkade blijven. Moet gerenoveerd worden. En ja, waar dan wel sociale woningen eventueel dus gebouwd kunnen worden, dat is het project aan de Oostradiaal. Volgens ChristenUnie in Haarlem moet er nog gebouwd worden, want de vraag naar woningen is groot. Er moet inderdaad geïnvesteerd worden in sociale huurwoningen, maar ook in studentenwoningen en vooral ook ouderenhuisvesting. Want als er meer ouderenhuisvesting komt, dan komt de doorstroming in Haarlem beter op gang en komen er ook meer woningen weer beschikbaar voor gezinnen. Of het stadion daarvoor de juiste plek is, dat denk ik niet. Voorlopig moet daar gewoon voetbal blijven worden. De professionele voetbalclub is failliet, maar er is een amateurvereniging in oprichting en die wil graag gebruik maken van het stadion. Wij willen groen wat er is behouden en de recreatie wat er is verstevigen. Dus we zijn er dan voor om hetzelfde gebied te gebruiken als sport- en recreatiegebied. Vergelijkbaar met wat er gebeurt op de Kleverlaan, hoek Kleverlaan-Delftlaan, waar je een veldje hebt wat heel intensief en leuk gebruikt wordt. En dat zou er ook kunnen, zeker moeten gebeuren, want sport en ook jongeren en ouderen buiten is belangrijker dan volbouwen met beton. Hier aan het Bolwerk had in de aanloop naar de raadsverkiezingen een hypermodern billboard kunnen staan, waarop de hoofden van de integer glimlachende lijsttrekkers beurtelings fel oplichten. Sjaak, Tenda, Joyce, Marijn, Kees de Vries. In plaats daarvan kregen wij dit. Een ruwe houten constructie die elke ongediplomeerde middeleeuwse timmerman had kunnen maken. Ze kunnen ook niks, die politici, denkt u misschien cynisch. Een sommetje. Er zijn 13 partijen die in de raad willen. Een affiche meet gemiddeld 1 vierkante meter. En dan kan zelfs een eerstejaars PABO-student op zijn vingers natellen dat de plakcampagne op zo'n klein bord zal ontaarden in een smerige posteroorlog. Ik heb het zien gebeuren. Het blanco bord, 2 dagen lang. Toen de eerste strakke affiches, aangebracht door partijleden met een trapleertje en een emmer stijfsel. Die brave borsten hadden nog de illusie dat het bord eruit zou komen te zien als een velletje nieuwe postzegels. Schoon, ordelijk, symmetrisch. Allengs slonk de beschikbare ruimte en wonnen rivaliteit en ambitie het van zelfbeheersing en fatsoen. Er werd overgeplakt, dubbel geplakt, afgeplakt en scheef geplakt. Een plakkaat van een vechtsportgala blufte zich de politieke arena in. Voorbijgangers konden niet wachten tot 3 maart en maakten alvast hun voorkeur kenbaar. Posters werden gescheurd, besneden en ondergespoten met graffiti. En ongemerkt, dankzij de inzet van al die vrijwilligers, politiek, apolitiek of antipolitiek, ontstond een symbool. Tussen de rafels en de flarden tegen een achtergrond van simplistische slogans verscheen een heel andere boodschap.
dat in een dynamische en complexe maatschappij geen simpele oplossingen mogelijk zijn. Ja, groen in de wijk, veel blauw op straat, meer rode fietsroutes, meer parkeerplaatsen, lage belastingen, hoge subsidies, een boulevard langs het Spaarne. Ja, iedereen is voor. Jammer alleen dat de financiële middelen en de ruimte beperkt zijn. En tja, dan wordt het kiezen. Op 3 maart gaat u hopelijk stemmen voor de gemeenteraad. Uw stem gaat er dus voor zorgen dat er mensen in de gemeenteraad komen. Maar wat doen die mensen eigenlijk? Gaan ze vroeg hun bed uit? Gaan ze laat naar bed? Worden de knopen doorgehakt in de raadzaal of na afloop van de vergadering toch in de kroeg? Dan ben je kandidaat voor de gemeenteraad. Wie is Helga Koper precies? Helga Koper is bijna 4 jaar raadslid voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Haarlem. Ik heb me vooral bezig gehouden met thema's als veiligheid, participatie van bewoners en financiën. Niet onbelangrijk. En omdat ik financiën doe, kijk ik vaak ook een beetje breder naar dingen. En ik hoop straks nog 4 jaar door te mogen. Nee, ik ben een vroege opstaander. Ik heb een jonge dochter, dus die moet ook gewoon op tijd bed uit. Dus ik sta vroeg op, 6:15. Het raadslidmaatschap, als jij je aanmeldt bij je partij, dan staat er een ongeveer aan uren wat je daar per week bij kwijt bent. Maar de een doet daar wat minder en de ander doet er wat veel. Ik denk, ik heb minimaal 20 uur, maar misschien wel meer uren mee bezig. En ik ben iemand die ook graag wat breder kijkt. Als je bijvoorbeeld een onderwerp over veiligheid hebt, ook kijk wat de politie daarvan vindt of andere partijen. Dus het is veel lezen. Je kan jezelf helemaal begraven in stukken als je dat wil. We hebben in de gemeenteraad van Haarlem nu gelukkig heel veel digitaal. Dus je krijgt niet die enorme stapels die je vroeger kreeg. Maar je moet toch wel behoorlijk wat raadstukken doorworstelen. Raadslid is natuurlijk geen fulltime baan. Dus ik heb er ook nog gewoon een baan naast. Maar ik werk niet fulltime. Omdat ik ook nog voor mijn dochter zorg. En daarnaast de tijd nodig heb natuurlijk voor het raadslidmaatschap. Maar als ik bijvoorbeeld een donderdag neem, dat is een dag die eigenlijk vooral in teken staat van mijn gemeenteraadswerk. Ik ben voorbereid op de commissie of de raadsvergadering die s'avonds plaatsvindt. Ik heb vaak een aantal afspraken nog met mensen praten, dingen gaan bekijken, informatiesessies die soms op de raad doen. Dat zit eigenlijk een beetje in zo'n dag. Dus het is altijd een beetje balanceren tussen de tijd en de energie die je hebt. Zonder dat je vergeet om ook nog tijd in je familie te steken. Zijn er ook echt negatieve dingen? Nou ja, negatief. Ik weet je, het hoort erbij, dus je weet niet beter. Het feit dat je een publieke functie hebt, bedenkt ook dat je altijd aanspreekbaar moet zijn. En ja, je hebt ook wel eens een moment dat je met andere dingen bezig bent. En dan kan je dat eigenlijk, denk je van nou ja, nu even niet, maar dat hoort er wel bij. Wat ik het leukste vind, ik ben eigenlijk met de paplepel wel is de politiek ingegoten. Er werd bij ons thuis altijd over politiek gesproken, dus dat is me niet vreemd. Ik heb zelf in het verleden mogen werken in de Tweede Kamer voor de PvdA-fractie. Maar wat ik nou het leuke vind van het lokale, hè, de gemeenteraad zit, is dat je heel direct op de mensen zit en heel direct wat voor mensen kan betekenen. Terwijl als je in de Tweede Kamer, zoals Roos Vermeij, die hier nu vandaag is Kamerlid, worden belangrijke wetten gemaakt in Den Haag, maar eer je daar wat van ziet, gaat er altijd weer een hele lange tijd op. En dat directe en snel schakelen en dingen met elkaar in verband brengen, dat vind ik het leuke aan het lokale raadslidmaatschap. Dan ben je kandidaat voor de gemeente. In Haarlem rijdt al enige jaren de Zuidtangent. Deze bus brengt ons van station Haarlem naar Schiphol. Deze bus moet helaas vaak wachten op de verfrollerbrug. Om te voorkomen dat de bus te lang stilstaat, stellen sommige partijen voor om een tunnel te bouwen onder het Spaarne door. Nu kunnen wij 2 dingen doen. We kunnen of een tweedehands boor uit Amsterdam gaan lenen, of we kunnen ons geld gaan storten in een bodemloze tunnel. De stelling luidt daarom, er moet een tunnel komen voor de Zuidtangent onder het Spaarne. We zijn in Haarlem heel goed
in discussies over plannen die nog ineens zijn uitgewerkt en waar ook nog geen geld voor is. En we moeten dat dus omdraaien. We moeten eerst kijken wat zijn de knelpunten in Haarlem en dan moeten we die knelpunten ook onder de aandacht brengen van de provincie en het Rijk. Want als wij niet goed lobbyen bij het Rijk voor geld, voor welke oplossing, voor welk verkeersprobleem in Haarlem dan ook, dan komt het er toch niet. Bijvoorbeeld, die tunnel voor de Zuidagent kost bijna 300 miljoen euro. Haarlem heeft dat geld gewoonweg niet. En de lobby naar het Rijk moet nog starten. Dus we kunnen nog zoveel praten over die tunnel. Het is een mooie oplossing, maar kan alleen als er geld is. Wat zijn de voordelen? Enerzijds dat de Zuidtangent sneller kan zijn, maar dan zeggen wij, zo wat? Die ene minuut, maakt dat nou zo'n verschil? Een tweede is dat daardoor misschien boven op de oppervlak betere wegen mogelijk zijn en de doorstroming beter zou gaan. Dat kan waar zijn, maar dan had men dit moeten doen alvorens men aan de Zuidtangent begon. Absoluut niet, althans zeker dus niet dat hij dan dus daar bij de turfmarkt naar boven komt. Omdat A, het is lang aangetoond in het verleden, daar is niet de ruimte. B, wij van partij Spanenstad, wij willen dat die Zuidtangent eigenlijk überhaupt dus niet in het oude gedeelte dus van onze mooie stad komt. Die moet omheen geleid worden. Net zo goed dat wij ook de Zuidtangent willen wij ook niet hier in Haarlem-Noord door de Rijksstraatweg hebben. Wat wel eventueel kan, een tunnel onder het Spaarne, maar dan wat zuidelijker, hè, van de Verfroller. Er wordt wel eens genoemd iets van een Mariatunnel of zo. Zo, dames en heren, dat waren de stellingen van de politieke partijen. We hopen dat het u zal helpen bij het maken van een goede keuze op 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. In het volgende item gaan wij Laura Best volgen. Dit is nou een jonge Haarlemmer die wel wat te doen heeft. Zij heeft namelijk een jongerendebat georganiseerd in jongerencentrum Flinties. Mijn naam is Laura, ik ben 18 jaar en ik sta hier in Flinties, het jongerencentrum van Haarlem. Ik heb vanavond een politiek debat georganiseerd, zodat jongeren ook een keer kunnen zeggen wat ze vinden tegen mensen die er ook naar luisteren, in plaats van alleen maar zeiken tegen elkaar. Maar ik moet even kijken, kunnen jij sterren zo die worstjes en die toosjes doen nog? Denk je dat het dan iets is dat jongeren sowieso niet interesseert, of denk je dat ze niet genoeg worden betrokken erin? Nou, ik denk beide, want heel veel die lopen wel te zeiken van ja, ik wil dat dit beter is, maar die doen er niks mee. Die gaan op elkaar lopen zeiken en dat is eigenlijk alles wat te doen. Dus vandaar ook dit idee van nou, trek je bek eens een keer op tegen iemand die er wel wat mee kan. Oké, okay, jullie hebben dus ook helemaal niks. Maar ja, ik heb het ook van huis uit meegekregen. Mijn vader zit in de politiek, dus... Wat doet hij precies? Nou, hij zit nu bij Beverwijk, bij de Democraten. Beverwijk zegt één grote rotzooi met politiek. Dus ik moet PVV erin en zulke dingen, maar... En dat krijg je onbewust dan toch wel weer mee. Maar vind je dat ze genoeg doen in Haarlem eigenlijk, voor jongeren? Nou, ze proberen het wel heel erg. Want ik had ook... Ja, ik woon zelf niet in Haarlem, dus ik zie dat niet heel snel. Maar mijn vriendje bijvoorbeeld, die kreeg zo'n enquête binnen van wat vind jij van Haarlem. En dat vind ik dan wel weer een heel goed idee. Om er toch bij betrokken worden. Maar ik denk dat ze ook niet weten hoe ze erbij betrokken moeten worden. Ik denk dat als iemand een klacht heeft, dat hij inderdaad alleen maar loopt te zeiken in plaats van er wat mee doet. De meeste stellingen gaan een beetje over de hangjongeren. Ja. Denk je dat, dat politici daar echt veel last van hebben, of inwoners van Haarlem? Nou, ik ken er een paar en ik zou ze niet in mijn straat willen hebben. Ik heb er zin in. Laura, ben je zover? Ja, nee, ik ga even, ik wil even wat regelen, want ik wil meedoen. Wie is voor de stem? We won't try to put us to down. Just because we get around. This ain't do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Altijd mensen, je hebt altijd mensen die herrie schoppen. Dat zijn niet alleen jongeren, dat zijn ook ouderen. En dat krijg je hangouderen. Maar het is gewoon jammer dat ze zich dan alleen richten op dat groepje en dat dan. Alsof het algemeen is, alsof alle jongeren, weet ik veel, zwanger zijn, drugs gebruiken, te veel bier drinken of wat dan ook. Dat is een beetje de boodschap die ik vaak meekrijg. Nou, de avond is voorbij, wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk. Ja? Ja, ik was een beetje zenuwachtig, maar toen was het weg en toen heb ik het echt heel erg naar mijn zin gehad. Klotsende oksels? Nou, dat nog net niet, maar dat ik heel erg begon te ratelen en een beetje hysterisch. Ik vond nou dat Laura, die heeft het heel leuk georganiseerd. Ik moet ook, vind het ook heel leuk dat ze dan, terwijl ze iets organiseert, zegt ze nu laat ik even anderen doen, want dan kan ik zelf meedoen aan de discussie. En dat is natuurlijk ook de drive, dat ze ook zelf de dingen wil doen. En dat is een goed voorbeeld voor andere jongeren. Nou, pak het op. Dat kwam ook naar voren hier een paar keer, hè. Dat ook mensen uit de politiek zeiden,
Je moet gewoon het doen en niet wachten op anderen. Nou, Laura is dat voorbeeld, ze heeft het gedaan. En heel erg mooi. Belangrijk is voor iedere burger in Haarlem, blijf niet thuis zitten, maar kom op 3 maart uit je huis. En wij hebben als leus staan, kies voor jezelf, stem lijst 11. Samen met u willen wij iets moois maken van Haarlem. Stem 3 maart, Christelijk Sociaal, stem ChristenUnie, lijst 13. Ja, beste Haarlemmers, 3 maart is het zover. Dan heeft u weer de kans om uw stem uit te brengen. Ik nodig u van harte uit. Kom in ieder geval. En waarom op partij Spanenstad? Wij garanderen u 4 jaar lang kan u echt participeren in het gebeuren hier in Haarlem. Dank u wel. Zo, dames en heren, dat was weer een politiek kwartier van Haarlem 105. Hopelijk zal dit u helpen bij het maken van de juiste keuze op woensdag 3 maart. Maar gaat u vooral stemmen. Het is immers ook uw gemeenteraad. Naar aanleiding van de vorige uitzending zijn wij opgesteld met kaarten, bloemen en e-mails. En wilt u tussendoor op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Haarlem 105, check dan onze huispagina. We willen u hartelijk danken voor het kijken en zien u heel graag terug bij Haarlem 105. Doeg!